Nou, ik heb al wat rondjes gereden zojuist, maar het wil nog niet echt lukken. Nou, de baan die ligt er perfect bij, dus daar zal het niet aan liggen. Maar ik denk dat fietsje iets te klein is voor mij. Jongens, we staan hier op de fietscrossbaan in Brandenvoort. Hebben jullie zelf de baan bedacht of niet? Ja, we hebben hem zelf ontworpen en ook zelf neergelegd. En hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, grotendeels met een graafmachine, maar ook veel met schep en kruiwagens. Oké. En als de baan dan niet meer mooi is, dan gaan jullie hem ook zelf aanpassen, dat je wat nieuwe stunts kunt doen of niet? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. En de naam van de baan, wie heeft die bedacht? Ja, die hebben we met de vergadering met z'n allen bedacht. En wat is het geworden? Flametrails. Oké, en dat betekent? Ja, het is Brandenvoort, brand, flametrails. Trails is bulten. Het is een beetje zo van, flametrails. De SWH die is erbij betrokken geweest, de wijkraad is erbij betrokken geweest, de jongens zelf zijn erbij betrokken geweest. En ik zit zelf al zo'n 30 jaar op de BMX-fiets, zeg maar. Dus ik woon ook woonachtig hier in Brandenvoort en ben er ook bij betrokken geraakt. En op die manier hebben we een ontwerpje gemaakt en zijn we eigenlijk aan de slag gegaan zo snel als het kon. Ja, dus jullie hebben eigenlijk met de hele groep samen gezorgd dat het er gekomen is? Ja, tenminste, het is echt niet één persoon die het gedaan heeft. Iedereen is heel enthousiast. De baan wordt ook zelf onderhouden door de jongens zelf. Iedere dag zijn er hier minstens 10 man aan het fietsen. Dus wat dat betreft is het eigenlijk al een succes. En het is eigenlijk heel snel gegaan. Een beetje leem aangevoerd, een beetje ontwerp gemaakt. En de vorm is er. Het is nu onderhouden door de jongens zelf. Dat alles gewoon loopt. En er is een baan voor de kleintjes. Mijn dochtertje fietst daar, die is 3 en die kan al rondkomen. Maar ja, zelf voor de grotere is het ook leuk om te fietsen hier. Dus het is eigenlijk voor iedereen. Jochem, dit is een fietscrossbaan. Hoe zorgen jullie nou dat alles in goede banen verloopt hier? Nou, we hebben met de jongeren en de wijk hebben we duidelijk afspraken gemaakt over hoe we die baan hier graag zouden willen hebben. Hele simpele, basale afspraken, maar gewoon om kaders te scheppen, zodat er geen misbruik van gemaakt wordt, maar dat de jeugd optimaal van de baan gebruik kan maken en dat er niemand last van heeft. En jullie houden daar zelf toezicht op? Wij houden daar zelf toezicht op. We hebben zeker ook vrijwilligers die er toezicht op houden. Mensen die hier in de huizen wonen aanliggend aan de baan houden toezicht. En we hebben goede afspraken gemaakt met de wijkbrigadier en met de politie van Helmond West. Ja. Kortom, er zijn duidelijke regels en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Juist, het is de bedoeling dat iedereen hier komt om lekker te fietsen. Natuurlijk zul je hebben dat hier jeugd op afkomt. Die zijn ook welkom, maar dan moeten ze zich wel aan de regels van de baan houden en aan de gewone regels zoals die in heel Nederland gelden. Nou, u ziet het. De baan ligt er perfect bij. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het is gewoon een hele goede aanwinst voor de mensen hier in Brandenvoort. En ik weet zeker dat de jongeren er nog heel veel gebruik van gaan maken.